Vandaag de opnamestandknop. De opnamestandknop is deze. Bij Nikon toestellen staan daarop de waarden MA, S en P. Bij Canon komen zowel de M en de P overeen, maar heb je in plaats van A, AV en in plaats van S, TV. Deze opnamestandknop bepaalt hoe je aan de hand van de belichting die de camera maakt, al dan niet een sluitertijd of een diafragmawaarde zelf kunt kiezen. Als we vertrekken van de P-stand. De P-stand is de eenvoudigste. Daarbij zal de camera zelf aan de hand van de lichtmeter zowel een diafragmawaarde als een sluitertijd voorstellen. Als we nu kijken op het informatiedisplay, dan zien we hier een 125ste opening 5.6. En dan kunnen we met dit instelwieltje kunnen we doorheen die waarden manoeuvreren. Dus als we dan de sluitertijd verhogen, dan zal het diafragma verder open gaan. Dan gaan we de andere richting op, dan zal de sluitertijd verlagen en zal het diafragma verder sluiten. Als we enkel de sluitertijd zelf willen kunnen kiezen, dan gaan we naar de S-stand. Of bij Canon de TV-stand. En dan kunnen wij opnieuw met dit wieltje de sluitertijd bepalen. En dan zal de camera een bijhorende diafragmawaarde instellen. Opnieuw met de ingebouwde lichtmeter. Willen wij alle controle over het diafragma, dan gaan we naar de A-stand bij Canon de AV-stand. En dan kunnen we met dit wieltje het diafragma, de diafragmawaarde wijzigen. Dus hetgeen bij oude toestellen op de volledig analoge toestel hier op de lens zou gebeuren, gebeurt hier in de camera met het instelwieltje. We hebben volledige controle over zowel sluitertijd als diafragma. Dan gaan we naar de M-stand, de manuele stand. En op de M-stand kies jij zowel sluitertijd hier als diafragmawaarde, waarbij dat we voor de keuze van diafragmawaarde deze knop ingedrukt houden terwijl we aan het wieltje draaien. Op een aantal andere camera's hebben we twee wieltjes waarbij het voorste wieltje, dit ontbreekt hier, waarbij het voorste wieltje diafragma is en het achterste wieltje sluitertijd. Hier wisselen we de functie van het achterste wieltje tussen sluitertijd en diafragma met deze knop. Hier staat een symbooltje voor diafragma.